Zondagochtend 8 uur. De zon is al wakker, maar bijna heel Haaksbergen slaapt nog. Hier zijn ze al een tijdje wakker, bij de bakkerij van Bas Nijhuis. Verse halenbroodjes. Ja, dankjewel. Alsjeblieft. Hoe is dat? 1,50 vandaag. Als je ziet wat er allemaal op afkomt. En dus het blijkt toch wel dat de vraag naar is op zondag. En dat vind ik alleen maar mooi dus, om te horen. Ik krijg veel positieve reacties. Dus ik denk een goede set geweest. Ik kan alle dagen om, maar ik kom alle dagen hier. Bas Nijhuis is eigenlijk in overtreding. Tuincentra en supermarkten mogen sinds kort in Haaksbergen open op zondag, maar kleine winkels niet. Met 2,30 alstublieft. Ik zal een tasje mee. Als ik een PSV tegen een FC Eindhoven fluit, dan is het ook voor beide clubs dezelfde regels. Dus ik vind eigenlijk niet dat ik de regels overtreed. Ik vind gewoon dat de regels juist gehandhaafd moeten worden. En daarom vind ik dat de kleine ondernemers ook open mogen als de grote ook open mogen. Dus ja, daar is enige discussie over of ik de regels overtreed. Ik vind van niet. Maar goed, wacht even af. Niet alleen de vaste klanten weten de warme broodjes te vinden op zondagochtend. Ook de plaatselijke VVD-corifeeën zijn er vroeg voor opgestaan. De partij, voor vrije winkeltijden, maakt er een gezellig campagnemomentje van. Maar voor Nijhuis is dit geen eenmalige verkiezingsstunt. Het is natuurlijk wel zo, net voor de verkiezingen is het even een politiek statement. Maar de bedoeling is zeker om gewoon open te blijven. De mensen gaan nu over de grens hier. Ze trekken steeds meer naar Duitsland om daar broodjes te halen. En naar Delden, ja, dat klopt, hoor ik niet. Ja, klopt. Tot ziens, hè. Tot volgende week. En dus eigenlijk is de bedoeling om de mensen hier in de regio gewoon brood aan te kunnen bieden. Alsjeblieft. Oké, okay. Doei.